Hi iedereen, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op Facebook en YouTube en Instagram. En ik ga de punt van de sluier optillen, zoals ze dat zeggen. In het najaar gaan we, Wendy en ik, weer een nieuwe serie beginnen. En we hebben leuke dingen gepland. En Wendy is even bezig, maar... Ik hoop dat ze ook dit ziet en ik hoop dat ze het op de heksenfratsen plaatst. Zo, dan weet je wat de serie gaat worden en echt spannend. We gaan met twee boeken werken. De gezonde heks van de werkboek voor geoptimaliseerde gezondheid van T.J. Perkins. En je kan hem ook bij bol.com krijgen. Hij is in Engels. Maar ik zal er zo ga ik er doorheen. En we hebben de werkplaats en spreuken voor elke dag magie op de job, op werk. En ik vind dat zo mooi, de heksenmuts met de bezemstel, maar ook een beetje modern, de computer. Zo, ik dacht, nou dat is wel leuk, in overleg met Wendy natuurlijk, om dit te doen. Omdat we zelf op de computer zitten en natuurlijk de serie op de computer doen. En dit is de buitenkant. Het is een harde buitenkant, geen papier buitenkant. En het is ook de presentatie is fantastisch. Hier zie je, het lijkt een beetje op een heksendagboek. De gezonde heks. Ik ga er gewoon even een beetje doorheen. Ik vertel niet alles natuurlijk, want Wendy heeft het boek ook nog niet gezien. En het zegt even wat over de auteur. En ik zal het heel vlug in kort uitleggen. Kijk even naar de Engelse versie als je Engels kan, want daar zal veel meer informatie in zitten. En dan kan je de ondertiteling doen, maar ik doe een klein filmpje voor de lieve Nederlandse heksen. En Wiggins, Wicca, okay? Of veganen, okay? Of andere holistische therapeuten. T.J. Perkins is niet officieel een dokter. Ze heeft geen papieren om een dokter te zijn, ook niet voor... diëtiste-expert. Maar zij oefent wel Wicca al 13 jaar lang. En ze heeft een status bereikt van de tweede degree van de reisvrouw. Alle bevindingen zijn door het te doen van vallen en opstaan uitgevonden. Ze was jaren in pijn en ze heeft antwoorden gevonden in de holistische manier. Ze heeft ook heel veel professionelen bezocht en voor jarenlang heeft ze geëxperimenteerd met nieuwe technieken geprobeerd. En zij heeft haar vertrouwen gewonnen in de godes, Moeder Aarde. En de maankoningin, ik weet het niet precies, maar daar staat godes. Eindelijk werd de pijn minder door vertering symptomen. Ik moet dan af en toe wel even uitschakelen, want dan moet ik het even vertalen van Engels naar Nederlands. Nou, het echte Nederlandse woord is spijsvertering. En ja, dan moet ik even ophouden en dan moet ik denken, mijn excuses. De spijsverteringssymptomen werden beter en beter. De waarheid is nu open en bloot. T.J. nu wil het nu delen met iedereen wat zij heeft geleerd. Maar neem niet alles voor lief. In dit veld en niet in dit boek. Doe je eigen speuren, eigen onderzoekingen en vraag jezelf af hoe of wat en wanneer. En experimenteer. En dat is letterlijk wat er staat.
Zo, sorry voor mijn slechte vertaling. Nou, en dan hebben we de mooie kat. En hij zegt de inhoud. Er zijn 5 hoofdstukken in dit boek. En er zijn 127 pagina's. Het is een werkboek, een boek van informatie. De eerste hoofdstuk gaat over de hersens, de mind, de hersens, het denken, het lichaam, de gezondheid en het pad. Dan gaan we naar hoofdstuk 2, de elementen, en dat is water, lucht, aarde en vuur. En wat ze betekenen. Dan hebben we hoofdstuk 3, het innerlijke magische methode. Dat is een beetje meditatie en oefeningen enzovoort enzovoort. Er is veel meer hoor. En dan hebben we hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4, dat zegt menopauze, de overgang. Zo, dat is een vrouwtjeskwaal. Zo, die wordt ook in behandeling genomen. Dan hebben we hoofdstuk 5 en dat zijn seizoenen van de heks. En dan hebben we conclusie en dan hebben we referenties tot boeken en herbale referenties. Ik zal het even zo, ik weet niet of je het kan zien. Gaan we naar hoofdstuk 1. En ik vind het leuk hoe ze dat gedaan heeft. Dat is de cauldron, de heksenketel. En dan krijg je... Oh my goodness, or oh my god, is this another diet book? Nee. Dat zou ik niet doen. Dat zou ik je niet aandoen. Maar het gaat over je pad, je mind... Antwoord, you can't. Want er is een stukje dat je mist natuurlijk, want dat gaan we behandelen met Wendy. And if you can, als je kan, dan heb je iets bereikt. Een hogere frequentie van mentaal focussen, dat meeste mensen niet kunnen bereiken. Zo, dit is wat het boek hopelijk voor ons gaat doen. Oké? En dan hebben we hier gewoon uitleg... van wat het boek is en waarom ze dit geschreven heeft met de St. John's kruid. En dan hebben we de gesprek, dat vind ik altijd een mooi gezegde. Oké. As within, zo als binnen, zo als buiten, de beste heks, zo kan je het zijn. Zo kan je de beste heks zijn. Zo als binnen als buiten. En dan heb je een oefenstuk. Dan kan je van hoofd, nek, armen, schouders, handen. Kan je al je kwaaltjes opschrijven. Ik zou wel, als je dit boek netjes wilt houden. Dan zou ik het wel met potlood doen. Of een boek ernaast, een schrift kopen. En dan heb je hier de 13 regels van de heks. En dat ga ik niet blootleggen, want dat zou jammer zijn. Want daar heb ik Wendy, daar hebben we Wendy voor. Wendy kan daar ons in ondersteunen. De elementen zoals ze zijn. En dan heb je de heksenwiel. Als je een heks bent, dan weet je oost, west, zuid en noord. En welke element daaraan verbonden is. Dan beginnen we met de elementen en we beginnen met spirit. En als je ook een kaartenlegster bent, dan zie je ook dat je de tarot ook hier wel in terug kan vinden, vanwege de elementen natuurlijk. En dan gaat het over naar welk orgaan het gaat en wat dat orgaan betekent en wat het orgaan doet. En wat de klachten, pijnen zijn. En dan hoe je, hoe doe,
Waarom is mijn orgaan niet gelukkig? En wat zijn de klachten van het orgaan? Oké? Waarom faalt het orgaan? En dan heb je de magische associaties. En dat gaat ook over wat voor tijd van het jaar en welke directie. En tot welke tarotkaart het wijst. Zo, dat ga ik je ook niet vertellen. Hoe kan ik het goed maken? Hoe kan ik het gezond maken? En dan krijg je daar advies van dat je dit kan gebruiken of dat kan gebruiken. Net zoals minder suiker, minder zout, een zoutvervanger, een meditatie of een massage. En dan krijg je weer de plan van actie en notities. En dit heb je voor elke element. Dan gaan we naar aarde. En weer adviezen en oefeningen. Hoe maak je het beter? En het magische associatie. Oké, hoe kan ik het beter maken? Weer werken, uitwerken, neerschrijven, notities. Plan van actie en dan gaan we naar water. En dat is dan, hoe kan ik het beter maken, enzovoort, enzovoort. En dan plan van actie weer en dan gaan we naar lucht. En dit is vrij veel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagina's in elk element. En dan hebben we vuur. En ook de magische associaties. En hoe kan je het beter maken? De plan van actie. En wat ik ook leuk vind, dat hebben ze helemaal doordacht. Als je huiswerk doet of je maakt notities, dan heb je een lintje. Dan kan je dat in je boek leggen. Het lijkt veel echt op een heksenboek. Daar hebben we ook over gesproken in de heksenserie met Wendy. Je eigen persoonlijke boek. En dan hebben we de conclusie van dat hoofdstuk. En dan gaan we, dat is recht, dat ziet het al, de innerlijke magie. Dat zag je al bij de yoga-positie van de tekening. De innerlijke magische methode. Dan krijg je daar allemaal uitleg van hoe je dat kan doen met kristallen of met magische kruiden enzovoort enzovoort. En dan krijg je genezingsspreuken. En hoe je dat moet doen, in welke positie. En dan heb je de magische bad. En hoe je dat moet doen en wat je ervoor kan gebruiken. Dan heb je de magische douche en de magische bedeltjes tasje. En dan heb je de healing spells voor een bepaald orgaan. En dan hebben we magisch eten. Magische thee, magische toetje en healing spells, genezing, spreuk. En dan heb je weer het bad en hoe je dat moet doen. De heksenglas, hoe je moet chanten. Ook een spreuk. Daar heb ik al een idee voor. Dan heb je nog meer spreuken. Werken met lucht. En voor wat voor orgaan dat is.
weer een spreuk en een genezing voor een ander orgaan. Het heeft wel met de spijsvertering te maken. En dan gaan we naar chakra schoonmaken. Oké. Misschien kan je het zo beter zien. En dan hebben we de menopauze. Voor mij is het even makkelijker om het zo te doen. 1. En dan heb je hier een paar preferenties. En dan gaan we naar de seizoenen van de heks. En misschien zien jullie het al, Jule. En dan gaan we naar de genezing ritueel van de Jule voor de eenvoudige practitioner, de oefener, de genezer of de heks. Dan krijgen we de embolic. En dit is de genezing, healing of ritueel voor de embolic, voor de één of solo practitioner, therapeut of heks. Ik vind het zo'n leuk boek. En dan hebben we Ostara. Dat is voorjaar, equinox. Dan krijgen we de ritueel en genezing voor de een solo practitioner of healing of heks. En dan hebben we Ballantijn. En er is een heel groot feest in Ballantijn. Dat is ergens in mei, geloof ik. Dat kunnen jullie mij wel vertellen. In Engeland is er een heel groot feest. En dan hebben we de ritueel en genezing van Ballantijn voor de solo-heks. Of therapeut, wicca-persoon. Dan hebben we Litha. Dat is de zomersolace. Mijn vrienden uit Jersey. Ik heb een vriendin op Facebook. En er was een marathon dit weekend. Maar laten we even bij het boek houden. Genezende ritueel voor de Litha. Voor de één solo heks. Ja. Hoe je vertelt het allemaal hoe je moet doen. En dan hebben we de Lama's feest. En dan krijg je daar ook de ritueel voor. Zo, dat was met de, want Wendy en ik hebben ook de kaarten van Marla Brooks. En daar zat geen kalender in. En nou krijgen we een kalender. Zo, wij gaan ook wat feesten en rituelen bespreken. En hopelijk ook doen. En dan hebben we de ritueel voor Mabon. Mabon. Even kijken hoor. Dat zal wel een bladzijde terug zijn. Ja, dat is die najaarsfeest of ritueel. En dan hebben we ook een van de shaman. En ik vind het ook leuk hoe ze dat gedaan heeft met groen en dan met rood dat er uitspringt. En dan hebben we de conclusie. En dan kan je zien dat je het hele boek doorgewerkt hebt. En dan is dat de eindpagina. Daar staat ook referenties van boeken. En ook een website. Zo, je kan ook altijd contact opnemen met mevrouw Perkins. En dan hebben we een aantal bladzijden van haar kruidenreferenties. Zo, het is echt
Een dik vet doorgedacht boek. Heel mooi. En zo eenvoudig. Je wordt niet overspoeld door allemaal rare informatie. En hier, dat is zij. En is nog meer geschiedenis over T.J. Perkins. En dat was de review of kennismaking met de gezonde heks. Oké, ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik hoop jullie dat jullie nieuwsgierigheid wakker heb gemaakt. En ik hoop dat je mij en Wendy komt vrijgezellen in de serie in het najaar. Hou je taai en dankjewel om te kijken. En alsjeblieft, deel het met familie en vrienden. Geef vast de duimpjes op. En ik zet ook weer de website van Wendy natuurlijk eronder. Zo, hou je taai. En je kan dit boek krijgen bij bol.com. Zo, mijn advies zou zijn, wil je meedoen in de serie en met de discussies, dan kom kijken en koop het boek. Dan weet je, dan kan je het volgen met ons. Als je geen Engels kan, dan kan je altijd vragen of ik het wil vertalen. En dan kan je referentie geven en paragraaf in het boek. En dan kan ik het doen voor je. Oké, ik hoop dat jullie het leuk vindt. En zo straks of morgen komt het andere boek. De werkplaats van de heks. Oké? En de spreuken. Maar deze kan je alleen maar krijgen via internet van Schijver. Mijn informatie laat ik allemaal eronder in YouTube en op mijn website. Ik hoop dat je het leuk vindt. Hou je taai en wees gezegend en ga lekker spreuken.